Yo kijkers van DusGaming.nl, nieuwe video Team Survival, weer met Lucas. We gaan verder aan zijn huis. Nou, we zijn er nog niet eens aan begonnen trouwens. Maar we gaan zijn huis bouwen, we gaan de brug bouwen. Ja. En ja. Dit is denk ik wel een goede plek. Ik ga alvast beginnen, ga jij dan maar beginnen aan je huisje? Ja. Zo, dat was mijn mond. Dat was echt een vies geluid. Hij moet wel een beetje mooi zijn, maar ik kan niet mooi bouwen. Kan jij mooi bouwen? Nou, een beetje. Kijk, met een brug vind ik het altijd wel grappig als je zeg maar met slaps doet. Het stuk dat zo loopt, dat recht loopt, dat je dat met slaps doet. Ja, jij mag. Het is een brug naar jouw huis, dus jij mag hem ook voor een deel maken. Ik pak wel even een axe. Crafting table gebruiken. Ja, kan je gewoon maken of zo. Even kijken of er iemand nog even stiekem eentje in zijn kist heeft zitten. Even kijken. Wat ging ik ook weer zoeken? Oh ja, een axe, maar die heb ik niet meer. Dan moet ik weer naar beneden voor iron. Dan doen we dat maar even. Een jatje daarin van Jim, want die heeft toch jouw potatoes gejat. Nee joh, ik weet niet zeker of Jim het was. Het kan ook gewoon Rick zijn. Klopt. Maar ik beschuldig niemand, misschien heb ik het zelf al gewoon gepakt. Ik kijk even in jouw huisje of je nog een crafting table ergens in hebt, hoor. Ja, je mag wel hout pakken, maar... Oh, hier zo zit er eentje in. Oh, hier zit gewoon mijn potatoes. Haha, faal. Oh, ik plaats ook gewoon een crafting table op. Ja, ik kan mijn chest niet meer openen. Nu wel. Maar bedankt voor je crafting table, hij zat in je kist. Oh, maakt niet uit hoor. Heb ik niet zoveel aan als ik er al in heb. Nee, daarom kan ik hem net zo goed zelf gebruiken. Zo. Hey. Jij moet me wel een beetje helpen met de brug, want ik kan echt totaal niet bouwen. Maar we hebben echt te veel kippen. We moeten de kippen eens een keer gaan afslachten. Ja. Dan moeten we er een paar blijven leven te houden. Ik maak gewoon echt gewoon een hoe. Je viel weg, wat zei je? Ik maak echt gewoon een wooden shovel ook. Oh ja, je viel weg. Kan je me dan nu wel horen? Ja, ik hoor je nu wel. Oké, mooi. Oh. Ik heb een beetje lag spikes. Weet je wat ook nieuw is? Nee. Als je zeg maar met een schep dirt aan het hakken bent of zo. Ja. Of van iets wat je met een shovel snel kan hakken. Dan heb je ook kans om glowstone dust te krijgen. Ja, dat is door MCMMO. Daardoor. Dat heeft Jim ook. Daarom had Jim ook glowstone in zijn huis. Ik weet niet of hij dat nog steeds heeft. Maar ik heb niet zulke hoge shovel skills. Dat klinkt best wel verkeerd, shuffle skills. Zo is het geloof ik niet. Maar shuffle skills is... Dat is geloof ik excavation of zo. Ja, 31. Krijg je dan ook glowstone? Maar dat, ja, is, niet, maar dat, is, niet, dat is niet nieuw hoor. Het is er al een tijdje. Klopt. En hier... Bridge... Mijn brug is echt lelijk, hè? Nou joh. Ik ben ook niet de beste bouwer, hoor. Rick, ik weet niet of je het erg vindt, maar ik had even een kobbel. Twee kobbel van je. Twee kobbel. Ik denk dat hij dat heel erg vindt. Nee. Ja. Dat kun je ook echt nergens vinden. Dat is echt heel zeldzaam. Oh, ik hoop echt dat die nieuwe update er komt. Dan ga ik echt, kan je echt je huisjes. Weet je wel, heb je nieuwe update die met die slijmbloks, dat je lekker kan springen. Ja, klopt. Dat lijkt me echt grappig. Ja, of de server wordt gezet in de snapshot. Ja, een snapshot. Nee, dan kan je singleplayers kwijt raken. Ik heb niet veel boeiende singleplayers, maar toen ik nog geen multiplayer server had,
zat ik echt heel veel op singleplay. En daar heb ik nu echt gewoon full dia armor, twee setjes of zo. Helemaal. En helemaal zonder. Je zit daar met armor al bijna kapot en dan heb je nieuwe nodig. Maar ik zit daar nu echt nooit meer op. En dan heb je de Ender Dragon verslagen en is er niks meer te doen op de oh, shit. Ik weet niet eens hoe je de Ender Dragon kan vinden. Oh, in de End Portal. Ja, dat snap ik wel, maar waar kan je die Ender Portal vinden? Met Eye of Enders. Kan je die met Eye of Enders, als je zo'n Eye of Ender gooit. Moet je dan heel ver lopen? Nou, dat zit dus ergens in de map onder de grond. Dus als je zo'n moet je dan heel ver lopen? Ja, het ligt eraan. Het ligt eraan waar die in de map zit. Hij kan over de hele map verspreid zijn. Dus het kan zijn dat je misschien wel 20. Dat je misschien wel 2000 blokken moet lopen. Kom eens even helpen, dit klopt niet. Kom eens. Ja. Moet je gewoon zo de slabs doen of zo? Klopt niet. Waar moet ik nu de slabs doen? Als je hier zo, als je op deze slabs doet en dan nog een keer op deze en dan nog een keer op deze, dan zo, 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 zo. Ja, dan kun je gewoon lopen, zo. Oh, dan heb ik weer een workbench nodig. Zo. En die staat er toch? Ja, die heb ik net gebouwd. Dit is best wel lelijk. En ik heb geen food. Ik heb geen food. Ja, ik heb het wel, maar ik heb geen zin om het te pakken. Ik denk dat dit de laatste twee lagen zijn die ik ben halen. En dan maken we hem de volgende keer af, denk ik. Ja. Hekjes. Waar moeten eigenlijk de hekjes? Ik vind hem hier. Misschien moest hij nog één buiten dat de brug misschien. En dan gaan we weer terug. Op slakkentempo. Slakkentempo. Ja. Nou, ik denk dat het zo goed is. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter. Tot de volgende keer. Ciao.